Hallo lieve allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Sarah, als dit je eerste keer is dat je een video van me kijkt of als je mijn naam gewoon niet wist. Hallo, ik ben Sarah. Wauw. Het horlogemerk Clues die heeft mij gevraagd waar ik zelfverzekerd van word. En het eerste waar ik daarbij aan moest denken was muziek. Ik denk dat ik zeker niet de enige ben dat als ik zeg dat als ik mijn koptelefoon op heb en door de stad loop, lekkere muziek aan, een supergoede gitaarsolo op, dat ik me dan echt een million bucks waard voel. Van Clues mocht ik een nieuw horloge uitzoeken van hun Spring Summer Collectie 2019. En dit was mijn favoriet. Dit is de La Tetragon. Ik weet eigenlijk niet of ik het moet uitspreken. En mijn Frans is ook niet meer hiervan het. Maar dit is een super mooi horloge van een nieuwe collectie. Het is een vierkant horloge. Dus de wijzerplaat is vierkant. Het bandje is van Namaak Alligator en is in een groene kleur. En de wijzerplaat is wit met gouden hardware. De bandjes die kan je onderling kan je ze nog wisselen. Dus als je op een gegeven moment denkt van nou ja, ik heb geen zin meer in groene alligator, dan kan je hem zo weer omwisselen voor wat anders. Dankjewel Clues voor het meenemen van mij in jullie campagne. En ik ben super blij met mijn horloge en ik voel me echt een volwassene nu ik een horloge draag. Ik ben namelijk persoonlijk altijd te laat, dus ik hoop dat dit nu iets beter gaat. Daarnaast heb ik ook nog deze prachtige ring met een klein slangetje erop gekregen. Ik vind slangen in het echt heel eng, maar ik vind het echt prachtige beesten. Dus deze heb ik erbij gekregen en deze kan je tevens vinden op de Clues website. Dus check eventjes de link in de beschrijving als je wil checken wat ze allemaal beschikbaar hebben. Maar hoe dan ook, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik heb op Instagram aan jullie gevraagd wie jullie favoriete artiesten zijn. Dus de artiesten die terugkomen in deze video zijn Freddie Mercury / David Bowie, BTS en die hoe heet het weer? Billie Eilish. Ik heb van elke categorie een artiest gepakt. En die heb ik samen in één video gepropt. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik had op zich wel moeite met kiezen. Dus ik hoop dat dat voor jullie wat beter gaat. Maar check vooral eventjes de website voor verkooppunten, prijzen. En voor de rest wil ik jullie heel erg veel plezier wensen met kijken. En without any... Oh shoot, ik moet gaan. Vinden jullie mijn cliché? Ik mij ook. Yeah.